Ja, even rond 11:30 hebben wij de melding ontvangen van een gaslekkage aan de Wingerdhof in Monster. De brandweer is daarop naar het incident toegegaan en constateerde dus inderdaad dat er sprake was van een gaslekkage. Daarop hebben we de woningen die betrokken waren bij de gaslekkage ontruimd. De oorzaak van deze gaslekkage lijkt er naar uit te zien dat dat is als gevolg van werkzaamheden. En het gasbedrijf heeft uiteindelijk de lekkage gedicht. Ja, de bewoners van de woningen die op dat moment thuis waren, die zijn tijdelijk opgevangen in een naastgelegen bedrijf. En de bewoners van de woningen die op dat moment niet thuis waren, zijn uiteindelijk geïnformeerd door de politie. Nou, als brandweer zijn we op dit moment de woningen aan het controleren op de aanwezigheid van gas en de woningen aan het ventileren. En afhankelijk daarvan kunnen de bewoners in de loop van de middag naar verwachting terugkeren naar de woningen.